Ook de afgelopen week moest Jong AZ twee keer in actie komen. Maandagavond maakte de ploeg van Martin haar indruk tegen Cambuur, maar het verloor uiteindelijk nipt. 2 minuten voor tijd en de 3-2 voor Cambuur. Toch was Martin haar niet ontevreden. De manier waarop wij hebben gespeeld tegen Cambuur. 7000 mensen, toch een ploeg die graag naar de Eredivisie terug wil. En ik zie dat we met een ploeg gemiddeld van 19 à 20 jaar, meer ook niet, Cambuur de tweede helft ondersteboven spelen. Dan kun je niet meer dan tevreden zijn. Tegen Dordrecht wonnen de Jong Alkmaarders wel. Met in die wedstrijd een bijzondere doelpuntenmaker. Een hele vrije kans voor Jury Church. En Jury Church scoort 1-0. Zijn eerste goal in het betaalde voetbal. Jury, volgens mij moet ik jou feliciteren. Ja, nou ja, dat zou kunnen, ja. Met de eerste goal, dat is wel leuk. Maar... Wel leuk? Of zit er toch iets meer achter? Ja, ik was wel erg blij. Ik heb ook gehoord dat je dat aan de juich wel kan aflezen. Maar ja... Het was zeker een mooi momentje. Jury is een nuchtere jongen, maar van binnen zal hij heel blij geweest zijn. Omdat dat zijn eerste goal in het betaalde voetbal is, maar ook de manier waarop. Het moment van passing van Freddy Drijver opkomen, precies zoals we voorspeld hadden. En dat hij daarin scoort, is dan weer mooi meegenomen. Church maakte deze zomer de overstap van onder 19 naar Jong AZ. De verdediger maakt indruk met zijn mentaliteit. Jury is een jongen die altijd voorop gaat in de training. Altijd op tijd, goede prof, onverstoorbaar zijn ding doet. En de absolute wil heeft om beter te worden. En daarin wordt hij beloond. Ik ben een zakelijke speler. Iemand die gewoon zijn ding doet, zijn taak uitvoert. Ik hou ervan er wel veel mee naar voren te komen. En dan gewoon voor de voorzet hopelijk veel assist te geven. En zo kan je het maar wel omschrijven, denk ik. Vrijdagavond neemt Jong AZ het op tegen MVV. Die wedstrijd is het sluitstuk van een drukke periode waarin de ploeg maar liefst 5 keer in actie kwam in 15 dagen. Ik vind het lekker. Heel veel wedstrijden achter elkaar, want je blijft telkens in een ritme zitten. Het is wel zwaar natuurlijk, maar dat hoort erbij. Dat moet je aankunnen fysiek. Maar vooral omdat we tegen Utrecht en Volendam verloren, is het wel fijn dat je dan snel weer een kans krijgt om te herstellen en om weer 3 punten te pakken.